I'm the realest one that's rapping. Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog op dit kanaal. Dit wordt een niet zomaar een vlog, maar een opdrachten. Bijvoorbeeld opdrachten, 9 opdrachten in totaal. Waarvan bijvoorbeeld de Habiba Challenge. Habiba, Habiba, waarom stress je mij, Azina, Azina? Ik ben op straat, ik ben met dieven, met dieven. Ik denk niet eens aan liefde, ben gefocust op verdienen. Dus word niet te verliefd, nee. Habiba, Habiba, waarom stress je mij, Azina, Azina? Ik ben op straat, ik ben met dieven, met dieven. Ik denk niet eens aan liefde, ben gefocust op verdienen. Dus word niet te verliefd. Ik heb de Habiba Challenge gedaan. Deze was goed voor 20 punten. Zometeen ook als einde laat ik even een lijstje zien van wat de punten totaal zijn. Goed, we gaan voor de 5 punten. Bijvoorbeeld maak een selfie met een voorbijganger. Gaan we doen. Ik zal zeggen, let op. We gaan even zoeken naar iemand die toevallig ook op YouTube wil. Mevrouw, mag ik u iets vragen? Heeft u een probleem? Mag ik iets vragen? Kent u YouTube? Ja. Heeft u een probleem tegen zo'n YouTube? Nee. Niet. Mag ik een selfie met? Dat is een opdracht voor YouTube. Ja. En met uw kanaal? Sylvester van der Haag. Dat is nu gewoon even sylvestervanderhaag.nl. Ja. Dan staat mijn kanaal op. Ja, prima. Oké, dank u wel. Goed, jullie hebben gezien. Ik heb een opdracht gedaan. En deze opdracht was goed voor, even kijken, speak op mijn briefje, voor 5 punten. Er staat ook op, verkleed jezelf 10 minuten. Zou dat ook mogen in een winkel? Mooi, gaan we de winkel in. Goed, 10 minuten. Even wat zoeken. Kijk even naar de regie. Doe een vest op. Of een jas? Nee, of een vest. Dat is een S'je. Nou, doe nog maar een jas aan dan. Wordt alles ook nog op de hangers terug? Ja. Goed, volgende opdracht. Proberen gratis kop koffie te krijgen, in ieder geval gratis drinken te krijgen. Nou, hier is de tent, dus we gaan proberen om hier de opdracht te voldoen. Even vragen. Goeiedag. Hoi. Toch, het staat niet op wat het is, dus water mag ook, als het nou ergens is, dus ja. Dus ik zeg, bij deze opdracht voltooid. Hey, dankjewel. En wel waren wij. La Mission du Vel. Hoi. Goed, in ieder geval ook even een dikke shout-out naar deze meneer, de eigenaar natuurlijk van dit mooie restaurant Velp.
opdracht voltooid, op naar de volgende opdracht. Bed, een minuut lang. Hoi. Hoi. Ja, daar staat ze. Ja, kom eens hier. Ja, daar is ze. Ja, ja. Cameraploeg erbij. Was dat ik ergens in een vitrine moest slapen. Nou is de vraag, mag ik misschien wel even op het bed liggen voor je? Oh, heel even? Ja, kom. Ja? Ik dacht de hele nacht. Nee. Nou, je moet mij filmen, niet hem. Dan ga je daarin liggen, hè? Oh, dan ga ik hier liggen. Ben jij verpakt? Ga je echt te kijken liggen? Wacht even. Ik doe even een plankje, want je hebt schoenen aan. Ja, die kan ik uitdoen. Dan moet mijn bedden goed vies, hè? Dan moet ik niet uit. Of doe je ze uit? Ik doe ze uit, Okay. Ik doe ze gewoon even uit. Goed, echt. Jullie zijn een... Ja, nee, het is een opdracht. Een paar hits. Oké, kom maar liggen. Hoort je op het kussen? Oh, wat leuk! Ooit op die mensen denken. Wat heb je met hem? Ja, wat heb je met hem? Goed, in ieder geval de opdracht was, probeer te slapen in een vitrine voor een winkel. Nou, ik heb een slaapwinkel opgezocht van Slaapcomfort en zoals je ziet natuurlijk, de klanten lopen in de winkel, lopen voorbij en ik lig gewoon voor het raam in een bed. Het kan allemaal, ik zou zeggen, blijf gewoon kijken. Goed, in ieder geval, zoals wat jullie zagen, Slaapcomfort heeft mij de mogelijkheid geboden om dus in de vitrine te mogen liggen op het bed. Hé, hey, dankjewel! Goed, zo gaan we weer verder naar de volgende opdracht. Ja? Goed, dan zit ik bij Ema Kappers, klopt dat? Ema Kappers binnen en voor de opdracht blauwpluk in mijn haar. Goed, in ieder geval, ik zit er klaar voor en er wordt nog even overlegd of het kan. Want ja. Doe je dan zelf? Heb je een YouTube kanaal? Ja. Nou, ik heb hier nog meer opdrachten hoor, dus laat iemand schrikken. Oh, het laat je ook nog ons wat schrikken. Nou, dat lijkt mij goed hoor. Moet je dan helemaal een mooie roze klem erbij? Oh ja, maakt het ook helemaal. Dit plekje zo inzetten of iets minder? Ja, dat is genoeg. Ja, dat kan ook iets minder hoor. Ja, doe hem nog dichterbij. Mag dit even zitten? Is dat alles? Ja, dat was al even lukt. Ja, je moet even inwerken en dan gaan we daarna blauw maken. Ja? Oké. Wat heb je nou gedaan? Alleen geblondeerd. Dus nu gaan we echt de kleur helemaal omtrekken, dat hij dadelijk echt wit wordt en dan gaan we hem inkleuren.
Oké. Okay. Nou, mooi licht. Hij mag nog wel eventjes. Zo. Ja. Jezus. Wat is dit? Hij mag nog wel eventjes. Nog ongeveer 5 minuutjes. Ja? Ja? Wow. Ik kom 5 minuten weer even terug. Ja? Zo dan. Ja, die gaat mee. Oké, het ziet dus heel erg, want jullie lachen er al om. Oh, zo valt het in principe niet eens. Oh jawel. Toch? Als zij lacht. Zo, we zijn er weer klaar voor. Ja. Nou, ik hoor Lisette al lachen, weet ik al genoeg. Ik ben ontzettend benieuwd. Maar hij is goed gepakt. Wat? Hij is goed gepakt. Ja? Ja. Oh mijn god. Maar is dit de eerste keer dat je zoiets... Oh ja. Ik wou dat zeggen. Ja, ja nou wel. Ja. Ja, 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 ja. Zo, mag je er mee lopen? Moment. Het moment supreme. Gaat die komen, Zil? Zag ik me dat halen? Ah joh, nooit! Wat is dit? Wat is dit? En voel je al beter? Nou, enorm. Nou, nee, enorm. Nou, nee. Zo, hé. Ik kan je nog slapen. Shit, hè. Ja, zeker. Zo, ja, beter. Dan zijn we dus bij Ami Kappers, zoals je hier dus natuurlijk ziet. Ik ging hier naar binnen toe voor een opdracht voor een blauwe pluk. Nou, die blauwe pluk, hier zit hij voor, is dus geslaagd. Jullie hebben gezien hoe die dus, hoe het gemaakt is, hoe het gedaan is. Dus weten jullie ook gelijk hoe kleurig haar geverfd wordt. In ieder geval, shout-out naar Ami Kappers. In ieder geval, dit waren de opdrachten voor YouTube. Blauwe pluk, een selfie en nog veel andere dingen wat jullie natuurlijk gezien hebben. Goed, in ieder geval, abonneer op dit kanaal, doe duimpje omhoog. En natuurlijk shout-out naar alle sponsors die dit hebben mogelijk gemaakt. En tot de volgende keer. Aaien!